Welkom bij de nieuwe Tayload video. Yeah! Ja, dames en heren, sinds kort kijkt mijn nichtje ook mijn video's. Mijn nichtje is 11 jaar. En als ze dit ziet, hoi! Leuk dat je kijkt, maar ook natuurlijk voor de mensen die kijken, leuk dat je kijkt naar deze Tayload video. We gaan heerlijk even relax doen. We gaan even deze week bespreken zoals we elke week doen. En om te beginnen wil ik even beginnen met het onderwerp Minecraft. Xbox 360. Ik heb deze game geleend van mijn nichtje ook. En ja, ik was eigenlijk wel benieuwd. Ik had een klein tutorial gespeeld op de demo die je gratis kan downloaden op Xbox Live. En ik vond de besturing al walgelijk. Ja, ik ben natuurlijk wel wat gewend met de computer. Ik ben een computer gewend en daardoor ben ik eigenlijk, vind ik eigenlijk per se gewoon 10 keer fijner werken. Maar ik kan met mijn nichtje gaan spelen op de Xbox en dat is vet. Want we gaan samen survivalen, we hebben samen een creative wereld. We zijn lekker aan het bouwen, dus ja, dat is ook wel leuk. Maar het duurt echt, bij mij duurt het meer dan een uur. Weet ik een beetje het mooie gebouwtjes neerzetten. En op de computer is het klik, 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 klik. Je weet hoe dat gaat, je ziet het in elke Disneycraft video. En maar dat betekent niet dat het geen leuk spel is. Natuurlijk, het blijft Minecraft, is leuk. Er zitten hele leuke skins in die je kan downloaden en ook weer moet betalen. Want je moet echt overal voor betalen. Voor je skins, voor texture packs. Je moet voor echt alles betalen. En het voordeel van de computer is dat je alles gratis kan downloaden voor de computer. En kan bespelen. En de computer heeft zoveel voordelen. Ze lopen zo achter met de Xbox. Ik bedoel, je ziet geen paarden. Nee, voor mij geen paarden in de game. Je hebt niet eens kleeblokken, die zie je ook niet. En als er zeg maar een update komt voor de Xbox, dan is het zo'n update van wow, we hebben de hooibaal als nieuw object. Ja, die zit er al in volgens mij. Zelfs dat weet ik niet, of de hooibaal er zelfs in zit. Maar ze lopen keihard achter met de Xbox versie. Ja, dat vind ik jammer. Maar ja, niks aan te doen. Dat zo is Mojang misschien. En ja, misschien dat de Xbox One versie, die komt natuurlijk ook. Ze gaan zelfs een PlayStation 4 versie maken. Nou jongens, de graphics worden niet beter erop, denk ik. Ja. Maar ik vind trouwens, als je de PlayStation 3 voorkant vergelijkt met de Xbox frontcover, dan is deze leuker. Ik vind hem wat vrolijker. Ik bedoel, je ziet dat hondje en je ziet het varkentje. Het is Steve natuurlijk hier met een pickaxe. Het is een leuk voorkantje. En als je de PlayStation 3 versie kijkt, dan is zo'n heel erg, dan zit hij in een cave of zo. Moet maar eens even googelen. Ja. Nou, je hoeft niet te googelen. Kijk gewoon even. Zie je het? Het ziet er wel een beetje saaier uit. Deze week is speciaal. En waarom? Waarom is deze week speciaal? Omdat Disneycraft zaterdag open gaat. En ik heb vandaag een show voorbereid. Een Disneycraft show. Waarin we dus zingen, een verhaaltje vertellen, waarin we gek doen. Er zijn decorstukken gebouwd op basis van de nummers. Dat is heel apart. En we hebben eigenlijk, het is echt een show van bijna 17, 18, zelfs 19 minuten lang. En ja, dat vind ik fantastisch. Dat we bijna een 20 minuten show hebben gemaakt met z'n allen, met het hele Disneycraft team. En dat we daar ook alle aan meedoen met zowel techniek, met lichtlampen, met decorstukken. Met bewegingen van karakters, want we vormen die show gaan we live presenteren voor jullie. Ja. Nou ja, ik ben vanochtend al om 9 uur begonnen met bouwen Disneycraft. Het is nog lang niet af, lijkt het net. Het is echt heel groot, voor een heel groot deel af. Maar soms, dan kom je in de server en dan denk je, daar kan nog wel wat. Of daar is het kaal. Dus hou daar rekening mee als je de server joint. Er zijn altijd wel een paar dingen dat je denkt van dat had beter gekund. Maar dat is altijd zo. En weet je wat het voordeel is dat het al zo verbeterd is met vroeger. Dat het eigenlijk al een fantastisch vernieuwde server is. En dat dat eigenlijk al het positiefste is. En dat het eigenlijk al zo veranderd is in vroeger. Dat ik eigenlijk vroeger niet eens meer kan herinneren. Dat waren gewoon hele kale paden zonder bankjes, zonder stonden prullenbakjes, zonder iets erop. En ja, dat is nu veranderd. Er zijn nou paden met winkeltjes eraan, met NPC's die er lopen. Met bankjes, met prullenbakjes, met lantaarnpaaltjes, met andere frietentjes. Noem maar op. Heb ik verder nog nieuws? Ik kijk nog altijd de serie Smallville. Smallville is een serie. We zitten nou bij seizoen 3.
En je hebt tot seizoen 10 en ruim 20 tot 23 afleveringen per seizoen. Dus dat houdt in dat je bijna 200 afleveringen moet kijken aan Smallville. Is niet erg, want het is een leuke serie. Ik kan het niet vergelijken met Goede Tijden en Slechte Tijden, want hier komt toch nog net veel meer actie in. Ik vind het ook heel raar dat icoon wat hier onderin staat, 6+. Soms zie ik zulke smerige, gore dingen in de serie dat iemand wordt gespiesd en dat er bloed eraf stroomt. Dan denk ik van, is dit voor 6+? Het kan gewoon niet. Die serie moest denk ik gewoon 12+ zijn. Maar ja, ik weet het niet. Het is wel een hele leuke serie trouwens. Nou, ja, verder. Volgende week, zaterdag is natuurlijk de opening van Disneycraft. Zaterdag gaat het gebeuren. Gaan we dus een livestream doen. Wordt spannend, wordt leuk. Ik ben heel benieuwd of het goed gaat lopen. We hebben vandaag problemen gekregen met de server dat er heel veel lek kwam. En dat hebben we hopelijk opgelost. Dus dat gaat hopelijk goed komen. We hebben wel een nadeel en dat is dat de survival wereld weggaat. Dat is heel jammer, maar we hebben het besloten met elkaar. En ja, het is niet anders. We houden wel de VIP survival. Ja. De survival was toch één chaos rotzooi. En ja, we gaan wel wat anders voor in de plaats doen. Dus het wordt wel niet zoiets van we laten het verdwijnen. Er komt een nieuwe server namelijk. Maar daar ga ik nog niks over vertellen, want er is nog niks zeker. Maar er is wel zeker dat het doorgaat. Oké, dat is misschien een beetje mindfuck. Maar ja, oké. Ja, ik heb verder niks te babbelen. Ik ben gewoon voor deze week helemaal op mijn hartjes geleegd. Ik ga niet deze woensdag, maar aankomende die week daarna. Niet aankomende woensdag, maar die week daarna. Ga ik naar de Tilburgse kermis in Tilburg. Had ik niet verwacht. Ik dacht dat de Tilburgse kermis in Brabant. Ja, is dat Brabant? Daar ga ik gekke dingen zeggen. Ik kan moeten zeggen, ik wist niet dat de Tilburgse kermis dat in Tilburg was, maar in Groningen. Kan dit geknipt worden? Dat wordt vet. We gaan met bijna een groot deel van de crew. Ik heb hier namen, dus ik zal zeggen wie er komen allemaal. Jullie zijn ook van harte welkom, want we hebben het openbaar gemaakt. We gaan nog een extra video van maken. Vincent komt, had ik niet verwacht. Gio, Erik, Roby, Jeffrey, Biepster, Leroy niet. Waarom staat hij erbij? Osnek, Irma. Nou, zijn we al met 7 mensen. En ja, dat was het. Ik heb het niet verteld. Doei, tot de volgende keer. Volgende keer zijn we nieuwe Tele. Doei. Dag. Volgende week zijn we weer terug bij nieuwe Tele. Ik hoop een leuke aflevering voor. Geef een groen duimpje. En we gaan zeker door met de Rollercoaster Tycoon versie. Deel 1, deel 3. En er zijn geen andere series op komst. Maar Minecraft komt sowieso weer terug naar het kanaal. Dus zeker checken. Doei.